Zeg je jassen. Ze zijn nu het document aan het controleren. Dat we hebben vervalst om binnen te komen bij dit gebied. En ze zijn dus contact aan het opnemen nu met het rescue team. En die zeggen dus dat we op uitnodiging van hun hier zijn. Dus we hopen dat het lukt. En toch zie je dat zo'n document, dat doet wat, hè? Met die laag. Ja. Dat doet echt wat. Een paar stempels erop. En die hebben we 6 maal uitgeprint. En dus 6 keer laten ondertekenen. En die militair die kijkt dan een half uur of een kwartier nu naar dat formulier van... Het ziet er toch wel heftig uit. Hans is nu druk aan het bellen met Alexei, dat is onze contactpersoon in Rusland. Een militair komt er. Oh, ze kijken echt wel hier naar binnen hoor. Even stiekem maar een keer. Mm-hmm. Nou, ze kijken echt wel wat. En die jongen, die Russen, die vinden het helemaal fantastisch om een beetje de baas te spelen. Zie je dat? Met een draadje erin. Thank you.
Nou. We zijn nou aangehouden door de border police. En we worden nou teruggebracht. En dan gaan we zo meteen gaan we er weer in. Maar dan weer de andere kant. Als even niet kijken. Als even niet kijken. Het is een beetje een kat- en muisspel. En eigenlijk de poppenkens natuurlijk. Dus dit is voor de Russische meuk hier ook. Ah, maar die gasten die zitten gewoon met 10 man in dit autootje. Ja.